Goedemorgen en welkom op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek. Officieel de Arnhem-Oosterbeek War Cemetery. We zijn hier in afwachting van de herdenkingsdienst voor de gevallenen van Market Garden. De 79ste herdenkingsdienst. Vorig jaar stonden we hier ook. Toen stonden we in de plensende regen. Nu hebben we de regen waarschijnlijk hopelijk gehad. En bij mij aan tafel is de gast Ronnie Weijers, de directeur van het Airborne Museum Hartenstein. Dat gevestigd is in het toenmalige hoofdkwartier van de Airborne's. Welkom meneer Weijers. Dankjewel. 2020 was u hier ook de gast. Toen stonden we daar in de zon. Ja. En toen was u net directeur en toen zaten we met corona. Ja, dat was wat dat betreft een moeilijke tijd. We zijn kort daarna weer moeten sluiten. En we zijn nog een paar keer maandenlang dicht geweest. Of met beperkende maatregelen hebben werken. Dus dat was best een lastige, spannende tijd voor ons. Ja. Ja, ja. Inmiddels zijn we een paar jaar verder. U was toen zeg maar nieuw. Ik kende het verhaal natuurlijk wel. Maar zeker. In hoeverre is dit Airborne verhaal, de Slag om Arnhem, Market Garden, hoeverre is dat nu voor u gaan leven? Ja, ik had toen ook niet kunnen inschatten hoe enorm het leeft onder de mensen hier in de regio, in Oosterbeek, Arnhem. Hoeveel mensen in het Verenigd Koninkrijk, in Polen, zo betrokken zijn op dit verhaal. En dat is heel bijzonder om mee te mogen maken. Heel mooi. En dat heeft mij wel gegrepen. Het voelt echt als een voorrecht om dit te mogen doen. Want het is echt een heel groot verhaal. Market Garden was enorm. Raar dat het eigenlijk alleen maar in deze regio zo herdacht wordt en zo leeft. Ja, het leeft hier enorm. Ik denk ook door die strijd die hier in Oosterbeek, in de huizen van de mensen, bij de mensen thuis, samen met de Britten in de kelder verstopt, ik noem maar wat, zich heeft afgespeeld. Ja. Dus er is een soort band ontstaan tussen de burgerbevolking en de Britse militairen, die echt wel uniek is. Ja. U zit in uw museum natuurlijk ontzettend veel mensen die daar het verhaal komen opdoen, hè? Die daar het verhaal in zich willen opnemen. Hoort u daar wel eens van waarom zij zo geïntrigeerd zijn door dat Airborne verhaal? Want er zitten ook heel veel buitenlandse gasten tussen. Heel veel buitenlandse gasten, met name uit Groot-Brittannië, maar ook uit Duitsland, Amerika, Polen. Het blijft een fascinerend verhaal. Het zal ook iets te maken hebben met de beroemde film die erover gemaakt is. Dat veel mensen het verhaal wel een beetje kennen en willen zien hoe het echt zit. Maar we ontvangen ook heel veel nabestaanden, bijvoorbeeld tot kleinkinderen aan toe, die toch willen weten waar grootvader gevochten heeft, om het leven is gekomen of geweest is. Ja. 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 Nou heb ik u vrijdag in Arnhem gezien. Dat was de herdenking in de Berenkuil. Gisteren waren we op de Ginkelse Hei, bij de luchtlandingen. Vandaag bent u hier. Als directeur leeft u het ook een beetje, geloof ik. Ja, zeker. Zeker deze dagen. Maar het voelt als een groot voorrecht om daar allemaal bij te mogen zijn. Het zijn ontzettende mooie ceremonies, waarvan je ook merkt dat de mensen om wie het gaat hier uit de buurt er ook echt warme belangstelling voor hebben. En het belangrijk vinden dat we dat doen. Ja, want dat is wel heel bijzonder. U noemde het net zelf ook al. De band die er nog is met veteranen, die zijn er niet zoveel meer, maar met de paar veteranen die er nog zijn, maar ook de nabestaanden van de veteranen, met wie inmiddels echte vriendschapbanden ontstaan zijn. Bewoners van hier en mensen uit Engeland. Ja, dat is van generatie op generatie overgegeven. Dus de kinderen van de veteranen en de kinderen van de mensen bij wie ze toen in huis zaten, hebben vriendschapsbanden, hebben nog steeds contact. En het is heel bijzonder om te zien dat dat echt niet aan het uitsterven is. Nee. Nee. Nou, we staan hier een beetje op heilige grond. Hè? Mm-hmm. In 1945 is begin gemaakt met het aanleggen van deze begraafplaats. Een van de mensen die daarbij betrokken was Max Wolf. Max Wolf is een Joodse militair die zich aangesloten heeft bij de geallieerden. Ja. En hij is op een gegeven moment terechtgekomen bij de groep mensen die de doden moesten begraven, herbegraven en ook identificeren. Desolaat. Je moet zich voorstellen, er was enorm veel beschadigd. Het terrein was 8 maanden niet betreden geweest. Het was een chaos. Ik heb veel chaos gezien tijdens mijn periode in de oorlog, maar dit was verschrikkelijk. Verschrikkelijk eraan was dat dus de jongens begraven waren op de meest onmogelijke plekken. Soms in huizen, soms bij huizen, in tuinen, in de uiterwaarden.
naast afgebrande gliders en vliegtuigen, et cetera, et cetera. Dat is extra moeilijk geweest, omdat de jongens al 7, 8, 9 maanden lagen. En dus de meeste van hun in een verregaande staat van ontbinding verkeerden. En vele van hun waren ernstig verbrand. Dat is ook het gevolg dat er op deze begraafplaats eigenlijk procentueel veel onbekende graven liggen. Of graven met onbekende namen. Circa 250 die hier liggen zijn unknown to God. Ja. U weet, ik ben Jood. Wij houden hier op rond 4 mei voor de Joodse gevangenen een speciale dienst. Er liggen er een 30, 40-tal Joodse jongens. Veel van deze jonge Joodse jongens zijn in de jaren 39, 40 nog naar Engeland kunnen komen. Met of zonder hun ouders. En hebben zich toen aangemeld als oorlogsvrijwilliger. Hun identificatie was uitzonderlijk moeilijk, omdat zij in de gliders en voordat ze sprongen bijna allemaal hun identity discs hebben afgedaan. Omdat ze bang waren als ze dus gevangen genomen worden, dus als Jood direct gefusilleerd zouden worden. En later is dus gebleken dat een 10 of 15-tal die hier liggen met kruisen op hun graf wel Joden zijn. Ja, dat was Max Wolf en hij was bijna 80 jaar geleden betrokken bij het aanleggen van deze begraafplaats. Wanneer wij ons een bijzonder verhaal dat Max Wolf ook vertelt, is over die 21 Joodse mannen die meevochten aan geallieerde zijde. Jullie hebben daar op dit moment in het museum een expositie over, Gevlucht om te vechten. Het is ook een prachtig boek bij verschenen, waar ook de verhalen, de persoonlijke verhalen, ja, van die mannen in staan. Wat waren dat voor mannen? Nou, dat verschilt natuurlijk nogal, maar het waren allemaal mannen die in de jaren 30 uit Duitsland, sommigen uit Oostenrijk, het naziregime ontvlucht zijn. En vervolgens in Groot-Brittannië terecht zijn gekomen. En zich uiteindelijk hebben weten aan te sluiten bij het leger, bij de luchtlandingstroepen. En hier in Arnhem-Oosterbeek tijdens de slag om Arnhem gevochten hebben. Ja, want in Duitsland, Oostenrijk, waren ze hun leven natuurlijk niet meer zeker. Nee. Ze werden in heel Europa vervolgd, maar zeker daar. Ja. Dus zij moesten op een gegeven moment vluchten. Zij hebben ervoor gekozen om dat te ontvluchten. De discriminatie en de onderdrukking werd natuurlijk steeds erger. En zij zijn dat ontvlucht. Ja. En dan komen ze aan in Engeland. Was dat een warme ontvangst? Nou, aanvankelijk ging dat nog wel. Maar toen de oorlog uitbrak, werd men in Groot-Brittannië toch een beetje argwanend tegenover zeg maar, de Duitsers die daar woonden. Ja. Dus dat gold ook voor de Duitse Joden. Dus de meeste van hen zijn toen weer in een interneringskamp gestopt. Omdat eerst hun antecedenten goed onderzocht moesten worden of ze wel te vertrouwen waren. En toen waren ze dus eigenlijk weer, laten we zeggen, de gebeten pier. Ja. In Duitsland, ja, moesten ze er vandoor. En in Engeland kregen ze weer zo'n behandeling. Ja, werden ze dus weer als mogelijk vijandig gezien. Dus dat geeft wel aan hoe tragisch die verhalen zijn van, ja, van die mannen. Ja. Op een gegeven moment kwamen ze dan wel weer uit die interneringskampen. En zij wilden een rol spelen in de oorlog. Hoe ging dat? Nou, één manier om daaraan te ontkomen was om je aan te sluiten bij het leger. Maar het waren natuurlijk ook van zichzelf mensen die echt wel gemotiveerd waren om iets te doen tegen dat regime in Duitsland. Waar ook hun familieleden die daar nog waren onder te lijden hadden. Ja. Dus ze waren zeer gemotiveerd, juist door hun achtergrond, om zich aan te sluiten bij het leger. Ja, maar ze konden niet, werden niet direct, ze mochten niet direct gaan vechten, zal ik maar zeggen. Ze kregen eerst, om het lullig te zeggen, de lullige klusjes. Ja, ze mochten eerst geen wapens dragen omdat ze van Duitse afkomst waren. Dus ze konden in het leger, maar dan om te graven en te werken aan latrines, noem het allemaal maar op. Dus met de schep aan de slag in plaats van met het geweer. Ja.
En, maar het is heel raar eigenlijk, want ook dat was ook vanwege wantrouwen eigenlijk. Ja, hè? Ja, terwijl, ja. Ja, ze hadden toch kunnen bedenken dat als iemand tot op het bot gemotiveerd is, dan is het wel een naar Duitsland gevluchte Jood die heel graag de bezetter in Nederland zou willen gaan bevrijden. Ja, dat zou je zeggen. Nou, daar kwam men in Groot-Brittannië ook al wel snel achter, hoor. Dat het natuurlijk heel raar was om juist deze mensen op te sluiten en niet te vertrouwen. Dus er is vanuit de regering ook op een gegeven moment ingegrepen en gezegd, ja, deze mensen kunnen we zo goed gebruiken, ook door hun kennis van de taal. Het waren vaak gewoon goed opgeleide jongens. Dus daar was men op zich wel snel achter, maar ze zijn wel eerst achter het hek gezet. Ja. Maar behalve dat ze natuurlijk in het gevecht gedood zouden kunnen worden, namen ze nog veel meer risico. Want als ze gevangen genomen zouden worden in Nederland, en het waren Joden, dan liepen ze natuurlijk enorm risico. Ja. Dus het vraagt wel extra moed om je achtervijandelijke linies te laten droppen als je een Duitser van Joodse afkomst bent. Ja. Velen hebben daarom ook hun naam veranderd. Dat kon in het leger. Bijvoorbeeld Hans Rosenfeld, die we net zagen begraven liggen als John Peter Rodley. Die heeft zijn naam in het leger veranderd juist om niet onmiddellijk voor een Duitse Jood aangezien te worden. Ja. Hans Rosenfeld overigens hier vlakbij in de Stationsstraat om het leven gekomen. Ja. Ja. En door Max Wolf herbegraven hier op de begraafplaats, maar een eindje verderop te rusten gelegd. Ja. En hier zijn steen gekregen. Ja, klopt. Ja. Maar ja, die moesten ook nog geïdentificeerd worden. Dan hadden ze dus vaak een valse naam aangenomen. Ik begrijp dat ze uit angst om geïdentificeerd te worden vaak hun herkenningstags ook weggegooid. Dus het was een helve job om te kijken wie zijn deze slachtoffers. Ja, en daar zijn we eigenlijk bij ons onderzoek ook tegenaan gelopen. Dat juist omdat ze hun naam veranderden en hun religie niet op hun naamplaatje hadden staan en zo, dat het ook heel moeilijk is om de geschiedenis van die mannen in kaart te brengen. En dat heeft hier ook parten gespeeld bij het identificeren van die mensen. Want die hadden juist de moeite genomen om niet zo makkelijk te identificeren te zijn, zou je kunnen zeggen. Nee. Ja. Jullie in het boek en in de expositie hebben jullie het over de 21 man. Hè? Die, mm-hmm. Maar er waren natuurlijk meer Joodse mannen die aan deze aan de geallieerde kant streden. Ja. Hoe zijn jullie ze op het spoor gekomen? Want er staat heel veel informatie over ze. Dus ja. De levensverhalen zijn echt wel neergezet. Ja, dat klopt. Daar is ook heel veel onderzoek en tijd ingestoken door onze conservator met name, Jorie Brentjes. Die moet ik echt even noemen. Hij heeft ook dit boek geschreven. Ja. Dat begon eigenlijk met een munt die wij al in de vaste opstelling hadden. Een shilling munt, een shilling uit Groot-Brittannië. En daar is een kogel op afgeketst. En die heeft daarmee het leven gered van John Peter Rodley. Een van de andere. Harold Bruce. Bruce, ja, ja, Harold, ja, Bruce. Ja, ja. En die bleek van origine, frappant genoeg, Harold Schilling te heten. En dat vond Jorie zo'n fascinerend verhaal. Hoe kan die man is uit Duitsland gekomen, heeft zijn naam veranderd. En die was benieuwd of er nog meer van dat soort bijzondere verhalen waren. En die is uiteindelijk op nog 20 mensen gestuit. Ja. Ja. Die een dergelijk verhaal achter de rug hadden. Ja. En hun levensverhaal is te lezen in Gevlucht om te vechten. En is te zien in de expositie in het Airborne Museum in Oosterbeek. Heel, heel bijzonder. Nog één ding. Dat verhaal is heel erg slecht bekend, hè? Wordt nu beter bekend door het museum. Hoe kan het toch dat zo'n bijzonder verhaal zo onbekend is? Ja, daar keken wij eigenlijk ook wel van op. Maar ik denk dat ermee te maken heeft dat die mensen ook vaak daar niet kort daarna nog over praten. Nogmaals, ze hadden hun naam en hun identiteit achter zich gelaten. Dus het is voor iedereen altijd een beetje onder de oppervlakte gebleven. Ja. Ik ben wel heel blij en trots, eerlijk gezegd, dat dit er nu is en dat we die mensen dat gezicht hebben kunnen geven en hun bijzondere verhaal kunnen vertellen. Na deze expositie zullen ze nooit meer vergeten. Ronnie Weijers, dank je wel. Graag gedaan. Want u hoort het al, de doedelzakspelers komen op. Dat betekent dat de vaandels er ook aankomen. En dat is voor ons het teken dat we gaan kijken naar de herdenking hier op het Airborne Begraafplaats in Oosterbeek. Kijkt u mee.
So a warm welcome to you all, a warm welcome to Army veterans, Your Royal Highness, Excellencies, Deputy King's Commissioner, Burgermeisters, senior officers, colleagues, ladies and gentlemen. A warm welcome to this Airborne Memorial Service. It's a real honour and privilege to be with you here today. My name is Padre Nigel Kinsella. I'm the Brigade Chaplain for 16 Air Assault Brigade Combat Team. I'd just like to remember in our thoughts and prayers our Jewish rabbi and his community who unfortunately can't be with us today due to the Jewish New Year. So as we stand, let us begin our service by singing our first hymn, O God, our help in ages past.
Please be seated. The lesson is from the book of Romans, chapter 12, verses 1 to 8. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. For by the grace given to me, I say to everyone among you, not to think of himself more highly than he ought to, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. For as in one body we have many members, and the members do not all have the same functions, so we, though many, are one body in Christ and individually members of one another. Having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them. If prophecy, in proportion to our faith, if service, in our serving, the one who teaches, in his teaching, the one who exhorts, in his exhortation, the one who contributes, in generosity, the one who leads, with zeal, the one who does acts of mercy, with cheerfulness. This is the word of God. So I invite you now to join me in our prayers. So let us pray. In a world that is crying out for thy loving presence, we pray for the men who died in the Battle of September 1944. Those who so far away from home lost their lives for peace and freedom. May their soul be savaged with you. We pray for the peace of the world, for statesmen and rulers, and especially for the governments of His Majesty King William Alexander of the Netherlands, His Majesty King Charles III of Great Britain, and His Excellency President Andrzej Duda of Poland. Grant particular grace to those who bear responsibility in diplomacy and international relations. May they have the wisdom to know and the courage to do what is right for the sake of men and women, the world over, and through Jesus Christ, our Lord. Amen. Eeuwige God, met een dankbaar hart gedenken we degenen die hun leven verloren in de slag om Arnhem in september 1944. Maak ons in deze tijd bewust van de grote lasten die worden gedragen door de mannen en vrouwen van onze strijdkrachten en hun families. Luister naar ons als we bidden voor de onschuldigen die lijden als gevolg van oorlog. Voor de nabestaanden, de gewonden en voor hen die in geestelijke nood zijn.
en help ons bij het hernieuwen van onze belofte om te werken aan een wereld waar gerechtigheid en vrede kan worden genoten door alle volkeren en alle naties. Dit vragen wij u in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Wszechmogący i miłosierny Boże, dziś stojąc przy grobach naszych bohaterów, obejmujemy miłością i modlitwą wszystkich uczestników bitwy o Arnhem. Obdarz nagrodą życia wiecznego tych naszych drogich braci. My sami oddajemy cześć i szacunek wszystkim poległym, którzy pochowani są na obcej dla nich ziemi, ziemi, na której oddali swe doczesne życie w nadziei otrzymania w nagrodę życia wiecznego. W roku 1945 Europa Zachodnia odzyskała wolność i pokój. Europa Wschodnia musiała czekać na swoją wolność jeszcze dwie generacje. Walka ze złem, dobra ze złem, toczy się jednak nieustannie przez wszystkie pokolenia. Dziś szaleje w Europie nowa wojna totalna. Modlitwą naszą obejmujemy bohaterskich obrońców Europy na Ukrainie i wszystkie niewinne ofiary tej nieludzkiej wojny. Niech ich ofiara i nasza wymierna pomoc przyniosą wolność i sprawiedliwy pokój naszemu przesiąkniętemu krwią kontynentowi. Dobry Boże, natchnij nas duchem solidarności i ofiarności, abyśmy nie pozostali bierni, lecz abyśmy przyjmując uchodźców z Ukrainy i pomagając ofiarom agresji, zdali nasz własny egzamin z człowieczeństwa i z chrześcijaństwa. Amen. And with the words of the prayer of St. Francis, we pray, where there is hatred, let us sow love. Where there is injury, pardon. Where there is discord, union. Where there's doubt, faith. Where there's despair, hope. Where there's darkness, light. Where there is sadness, joy. Grant that we may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned, and it is in dying that we are born to eternal life. Amen. May I now ask you to stand and join us in the hymn "Abide with Me." Thank you.
May I speak in the name of the living God, Father, Son, and Holy Spirit. Please be seated. In the scripture reading we've just heard, St. Paul invites us to present our bodies as a living sacrifice, not to be conformed to this world, but to discern what is good and acceptable by the will of God. He invites us to selfless service and to doing the right thing. Two concepts which are very easy to say, but are so much harder to do and to put into practice. Because we live now in a world that encourages self-centered and selfish behavior, only thinking of oneself. You could argue we are a world lost on an island of individuality that is beginning to struggle to know what is good and acceptable. So where do we turn in this confusion? Where do we go for direction? If we return back to St. Paul in Scripture, he calls us first to the concept of humility, to think of ourselves with sober judgment, to take an honest appraisal of our current condition. Because from an honest appraisal would come the hand grenade to modern living's individuality, and the realization for each of us in our own little island, we can't do this alone. In order to grow and develop as human beings, whether as a team, as a family, as a community, or in army terms, as a brigade, we need each other. We need the sharing of the many gifts that we don't possess individually. And it is with this collecting, drawing together of gifts and talents that the many members come together. And it is these values of selflessness, humility, sharing gifts, and coming together as a body that were witnessed 79 years ago in Arnhem, by all those who took part, whether they were soldiers or members of the local community. When John Keble was asked by a Vasta veteran of Arnhem what kept him going when his battalion was largely destroyed, the lost seemed cause and defeat seemed inevitable. He simply replied, "My friends kept me going." So Christ summarized the gospel as follows: "Greater love hath no man than this, to lay down his life for his friends." This friendship, this brotherhood and sisterhood, contains within it that spark of the divine, that commitment to something that is greater than yourself. And friendship helps us to get there. And it's also central to the Christian ethos to see love, especially brotherly and sisterly love, as redemptive. For those of us who wear the Pegasus badge, we have our own ethos. We call this the Pegasus ethos, the hallmarks of an airborne soldier: bravery, determination, endurance, selflessness, discipline, humility, and compassion. So I'd like to conclude by saying the Pegasus prayer. So let us pray. O Lord, the everlasting God, creator of the ends of the earth, you give the stallion his breath, his valour in war. He fears not the foe
and leaps in the van of battle. Grant also that we may be courageous in conduct, shriveless in conflict, just in our words and deeds, humble as we walk in your presence, O God. For you promised of old that as we trust in you, our strength will be renewed, and we shall rise up on wings. We shall go forward and not grow weary, march and not grow faint, through Jesus Christ our Lord. Amen. Goedemorgen, u allen hier aanwezig. En ook aan hen die via de media met ons verbonden zijn in deze Airborne Memorial Service. Steeds weer in de weken voorafgaand aan deze herdenking en ook vandaag ben ik diep onder de indruk van de betrokkenheid van jong en oud bij herdenken van al diegenen die hun leven verloren in de slag om Arnhem, zowel militairen als burgers. U zult misschien denken, waar is Jong? Maar u weet, die komen nog. En ik bedoel niet alleen degenen die sneuvelden, maar zeker ook degenen die overleefden, maar het na deze strijd zo moeilijk hebben gehad om hun leven weer op te pakken. In geweld, strijd en oorlog is er alleen sprake van verlies. Verlies van dierbaren, maar ook van hoop. Ook van vertrouwen. Van moed. Zelfs van levenslust. Maar daartegenover is zeker ook het herwinnen hiervan door de kracht van samen. Van samen opbouwen. En de sterke uitspraak die toen klonk en steeds weer klinkt. Dit nooit weer. Maar hoe dan? Van mijn beide ouders, die als jonge mensen de slag om Arnhem hier in Oosterbeek meemaakten, leerde ik als eveneens Oosterbeeks meisje van hen dat saamhorigheid na 1945 een van de belangrijkste kenmerken was van dat opbouwen. Zowel het opruimen van de puinhopen als overeind komen uit de psychische klappen die uitgedeeld waren in die heftige strijd. Samen daarvoor staan. En ook samen ontdekken hoe vorm te geven aan die saamhorigheid. Ontdekken waar de krachten lagen. Welke inbreng er kon zijn van ieder. Welke talenten. En welke schouders. Welke lasten konden dragen. Tijdens de International Youth Conference van UC dachten in de afgelopen dagen 45 jongeren samen na over het thema Living with War. Samen. Woensdagochtend kenden ze elkaar nog niet. Deze dagen wel. Samen. Wie doet wat? Wat kan ik? En wat zou ik kunnen? Saamhorigheid centraal. En dat is nu precies waar de apostel Paulus ons in de brief aan de Romeinen met klem op aanspreekt. Ergens las ik het volgende over een voorganger in zijn eigen kerkelijke gemeente, die op twee zondagen achter elkaar precies dezelfde preek hield bij de woorden van Paulus.
Een preek over de liefde onder elkaar en waar dat tot allerlei goede dingen toe kon leiden. Natuurlijk vroeg men hem na afloop van de tweede dienst waarom hij geen nieuwe preek had geschreven. Had hij het zich dit keer wat makkelijk willen maken? Nee, zei hij. Maar die preek van vorige week hadden jullie immers nog niet in praktijk gebracht. Het was nodig dat ik hem nog eens hield. En ik doe het met nog meer klem. En zo mogen wij de woorden van Paulus ook lezen en horen. Met klem, want liefde onder elkaar betekent ook dat we elkaar bemoedigen en ons bekommeren om de wereld. Dat we onze liefde voor de medemens niet alleen uitspreken, maar het omzetten tot daadkracht. Met de inzet die binnen ons vermogen ligt. Dus ons bewust zouden worden om onze eigen krachten en talenten te bundelen met die van anderen. Om zo van betekenis te kunnen zijn. Waar dan ook en voor wie dan ook. Op deze plaats, maar ook op vele andere plaatsen waar na de strijd van de Tweede Wereldoorlog bijna ontelbare jonge militairen hun laatste rustplaats vonden, realiseren we ons nog steeds dat vrede en vrijheid geen vanzelfsprekendheden zijn. En ook de liefde niet. Juist deze plaatsen roepen als het ware, net als Paulus, om in saamhorigheid en met wederzijds begrip voor onze verschillen te staan voor een wereld waarin respect met elkaar geleefd kan worden. Roept hij daar dan mee op tot iets dat een utopie lijkt? Iets dat onhaalbaar lijkt? Als we de wereld in aanschouw nemen, ook in de afgelopen weken, zouden we wellicht denken dat dat zo is. Maar in navolging van Paulus zouden wij en de hele mensheid zich daartegen moeten verzetten. Weg met die gedachte aan utopie. Maar onbaatzuchtig blijven gaan voor het medemenselijke. Bewust van onze kracht om het goede te doen. Ik denk vandaag in het bijzonder aan Frank Ashley. Een veteraan. Ieder jaar bij de herdenking was hij er. Ook bij de Airborne wandeltocht. Hij overleed afgelopen juni. Frank was van Joodse komaf. Zijn inzet in de slag om Arnhem was niet vanzelfsprekend, gezien het reële risico als Jood opgepakt te worden. Hij pareerde zijn angst, nam de beslissing om zijn kracht en moed in te zetten, besliste om zich aan te sluiten bij de velen die deze weg samen zijn gegaan. Wat een boeiende gesprekken. Wat een boeiende mails waren er met hem. Over zijn drijfveer. Zijn geloof. En het voor hem zo intense appel dat God op hem deed. Staan we dan zo stil vandaag bij al die mannen die vanuit welk geloof of welke andere bron dan ook voor zichzelf de beslissing namen om samen op weg te gaan. Kracht en moed te geven. Met maar één ding op hun netvlies. Vrijheid en vrede. Mogen zij blijvend in onze gedachten zijn. En over de dood heen steeds weer het appel op ons doen. Ons samen daarvoor in te zetten. Voor een menswaardig bestaan. Laten we ervoor gaan om elkaar op deze weg vaak te ontmoeten, maar ook tegemoet te komen. En mogen God ons hierin nabij zijn. Amen. Mag ik u vragen, may I ask you to stand to sing the hymn My Soul, the King of Heaven. Thank you.
As you remain standing, I invite you to join me as we say together the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, for ever and ever. Amen. Please be seated. Your Excellencies, Generals, ladies and gentlemen, the next item in order of the service is the laying of wreath by officials and representatives. You are kindly requested to remain seated during the wreath laying. The first two wreaths will be laid for the United Kingdom and the Republic of Poland by the Ambassadors, Her Excellency Mrs. Wooper, and Her Excellency Miss Kanzangana, together with Defense Attaché Colonel Strudwick and Colonel Nowak. States of America, the Charge d'Affaires, Mr. Barbolat, and Charge d'Affaires, Ms. Woodward, together with United States Defense Attaché, Colonel Strigwood. Australia and New Zealand, the Ambassadors, His Excellency Dr. French and Her Excellency Mrs. Gordon. Ambassador French is accompanied by Australia Defence Attaché Wing Commander LaRoche. On behalf of the Parachute Regiment, laid by Colonel Commandant Major General Harrison and the commanding officers. For the Ponies, 6th Airborne Brigade, Brigade Commander Brigadier General Czesolewski. The next wreath is for the Royal Air Force Group Captain Owen.
The next three wreaths are on behalf of the Army Air Corps by Lieutenant General Sir Burton, on behalf of the Glider Pilot Regiment by Colonel Butterworth, and on behalf of the Army Air Corps veterans by Colonel Fowler. Namens de Nederlandse strijdkrachten legt brigadegeneraal 11e Luchtmobiele Brigade, generaal Schuurs, de krans. De generaal wordt begeleid door kolonel Smeets, commandant Korps Commandotroepen. Namens de gemeente Renkum, burgemeester mevrouw Schaap, kinderburgemeester Simon ten Hoving en de wethouders mevrouw Van Bentum, mevrouw Mulder en de heer Maouche. Voor de provincie Gelderland gedeputeerde de heer Vreugdehil gezamenlijk met de burgemeesters van Ede, Arnhem en Overbetuwe. Next wreath is belayed by Mr. Bakar on behalf of the Commonwealth War Graves Commission. In vertegenwoordiging van verschillende Airborne en Market Garden Orders organisaties worden de volgende kransen gelegd. Stichting Drill Polen, gelegd door de heren De Jong en Boeien. Stichting Het Airborne Museum door mevrouw Van Dijken en de heer Weijers. Voor de Oranje Vereniging Oosterbeek, mevrouw Van de Heuvel en de heer Terwoerts. Voor de politie-sportvereniging Renkum, mevrouw Rozema en de heer Van Kranenburg. Stichting Airborne Herdenkingen door de heer Beets en twee leden van het UC, Eve Kaufman uit Gera en Barn J.
Rietveld uit Zetten. De volgende kransen worden gelegd door de stichting Airborne Tattoo Oosterbeek en de Airborne Mallet Band, mevrouw Sluiter en Sam Achterberg. De Koninklijke Harmonie Oosterbeek, de dames Woudenberg en Van de Brul. Poppy wreath layers after the different branches to come forward to lay their poppy wreath on behalf of their branches. Also ask Arnhem veteran Mr. Geoff Roberts to come forward to lay his poppy wreath
on behalf of Bay Company 6th Platoon 7th Battalion King's Own Scottish Borders. At the conclusion of the wreath laying, the clergy, Reverend Kinsella, Dominee van Soest, the Heer Pires, and the Diaken Krasinski will lay their flowers. Goedemorgen, bloemenkinderen van 2023. Van 17 verschillende scholen uit deze omgeving. Het is fantastisch dat jullie met zoveel hier zijn gekomen. We herdenken vandaag precies 79 jaar geleden, op 17 september, op deze Airborne begraafplaats de Slag om Arnhem.
Good morning, flower children of 2023 from 17 schools in this area, and the youngsters of the International Youth Conference, UC. It is fantastic that you, so many, have come here today, exactly 79 years ago, on Sunday 17. We commemorate all the brave young soldiers who died in this battle. En we gedenken alle dappere jonge strijders die toen zijn gesneuveld. Jaren geleden liep ik hier met twee vrienden. Eén Joods en de ander van Roma-afkomst. Bij het zien van al deze graven werden we stil en emotioneel. Want we dachten alle drie hetzelfde. Als deze jonge soldaten hun leven niet voor onze vrijheid hadden gegeven, dan hadden wij daar hoogstwaarschijnlijk niet gestaan vanwege onze geloofsovertuiging, afkomst of huidskleur. We zagen ook grafstenen waar geen namen op stonden met de tekst His name is known by God. Zijn naam is bij God bekend. Want zolang de namen van mensen worden genoemd, blijven ze voortleven. Deze soldaten die hier rusten, hebben het grootste offer gebracht wat je maar kan geven. Hun eigen leven. Dat in een ver vreemd land. Vandaag staan we hier stil bij wat er allemaal is gebeurd. En hoe vaak hoor je niet, er moet nooit meer oorlog zijn. Maar als je naar het jeugdjournaal kijkt, zie je dat dat helaas niet mogelijk is in de wereld waarin wij leven. Misschien nog niet mogelijk. Want blijf vooral hoop houden op een wereld waar je in alle vrijheid veilig en zonder zorgen jezelf kunt zijn. Jongens en meisjes, het is mogelijk. Je bent niet alleen. Want kijk met diep respect naar de veteranen die vandaag hier aanwezig zijn. Kijk om je heen. Uit verschillende landen, van verschillende culturen en geloofs- en levensovertuigingen staan wij vandaag hier. En we lopen allemaal met jullie mee op jullie levensweg. Je bent niet alleen. En kijk ook naar de vele oudere mensen die hier aanwezig zijn. En ieder heeft zijn eigen verhaal. Een bijzonder verhaal is dat van een vrouw die ik enkele jaren geleden ontmoette. Zij was tijdens de slag om Arnhem een meisje van 10 jaar oud. Ik noem haar Bloem. Bloem maakte de verschrikkingen van het oorlogsgeweld en de vlucht met haar familieleden uit Oosterbeek heel bewust mee. In 1945 kwam ze terug in een compleet verwoest dorp. Na al deze ellende was het heel bijzonder dat zij in september 1945 als bloemenmeisje hier op de begraafplaats tijdens een indrukwekkende kerkelijke ceremonie een bloem mocht leggen op een graf. Als teken van diep respect en dankbaarheid voor de jonge soldaten die hun leven voor haar familieleden en alle mensen om haar heen hebben gegeven, zodat zij veilig en in vrijheid kan leven. Deze ceremonie wordt ieder jaar herhaald, zodat jullie, jongens en meisjes, net als Bloem, en zij zit hier voor mij, de slag om Arnhem en al deze jonge soldaten die hun leven hebben gegeven dankbaar zijn en nooit zullen vergeten. Als je een oorlog hebt meegemaakt, kan je verder leven, maar dan met de juiste mensen om je heen. Jongens en meisjes, draaien jullie je eens om naar iedereen die hier aanwezig is en naar de veteranen die hier zijn,
of die thuis via de televisie meekijken. Ik wil jullie vragen om de bloemen die je in je handen hebt straks omhoog te houden als teken van diepe respect voor hem. Boys and girls, turn to everyone present here, to the veterans who are here or who are watching home on the television. I would ask you to hold up the flowers you have in your hands as a token of deep respect for them. En houden nu jullie de bloemen omhoog. And rain out your flowers. Ga dan nu weer met je gezicht naar het graf staan. En fluister voor jezelf de namen van degene bij wie je bloemen zult leggen. Kijk maar naar het graf. En let eens op de leeftijden om te zien hoe jong zij waren. Now go with your face to the grave. And whisper for yourself the names of those where you will lay your flowers and take note of the ages and see how young they were. Leg dan nu je bloemen neer met de bloemen op het gras, met de stelen richting het graf. Now lay your flowers down with the flowers on the grass and the stems to the tombstone. Dan mag je je nu weer omdraaien. Now you may turn again. Bloem, dank voor je verhaal. Jongens en meisjes, namens ons allemaal, dank jullie wel. Bloem, thanks for your story. Boys and girls, from all of us, thank you. Thank you very much. Stand together for our act of remembrance. So we remember with thanksgiving and honor all those who have given their life in the service of freedom. They shall grow not old, as that we are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun and in the morning, we will remember them. We will remember them.
Come to the conclusion of the service, I ask you to remain standing for the blessing, which will be followed by the national anthem. So let us pray. May the peace of God, which surpasses all understanding, guard your hearts and minds in the knowledge and love of God and of his Son, Jesus Christ, our Lord. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit, be with you and upon all those whom you love, now and forever. Amen. Zijn wij tot het einde gekomen van de 79ste Airborne Herdenkingsdienst. Ik vraag u vriendelijk om nog even bij uw zitplaats te blijven staan, zodat de vaandels en de genodigden de begraafplaats kunnen verlaten. Ook wijs ik u graag op de collecte welke gehouden wordt bij het verlaten van de begraafplaats. Wij danken u voor uw aanwezigheid en wensen u wel thuis. With playing the national anthems, we have come to the end of this year's service. I kindly ask you to stay at your seat so that the color party, the banners and the invitees can leave the cemetery. I would also like to point out the collection that will be held when you leave the cemetery. We thank you for your presence and wish you a safe journey back to home. May I ask the color party to lead us?
Ja, en daarmee komen we tot het einde, aan het einde van de Airborne Memorial Service, de Airborne Herdenkingsdienst. Ronnie Weijers, onderdeel van de dienst, een van de kransleggers net. Indrukwekkend weer, hè? Ja, het is altijd indrukwekkend, ieder jaar weer. En dit jaar opnieuw. Gelukkig droog gebleven, inderdaad. En ja, met name het leggen van een krans door de Arnhem-veteraan die er nog bij was. Ja, de enige echte Arnhem-veteraan die er vandaag bij was. Die er vandaag bij is, Jeff Roberts. Ja, en er een spontaan applaus toen hij zijn krans had gedaan. Dat merk je wel vaker zodra er ergens veteranen zijn, dat mensen de behoefte voelen om hun waardering te laten blijken. Ja, en dat vind ik toch altijd wel hartverwarmend eigenlijk. Een ontzettend mooi moment. Ja. Net zoals overigens de bloemenkinderen die we nu nog achter ons zien. Ik weet niet hoe dat nu met u gaat, maar ik vind dat altijd nog steeds een heel... Ik vind dat ook aangrijpend. Ja, iedere keer weer. Dat die kinderen ook... Je ziet ze nadenken over wat er hier gebeurd is. En het is denk ik ook voor de nabestaanden mooi om te zien dat die kinderen dat doen. Ja, aangrijpend. De 79e was het. Nog niks aan kracht ingeboet, hè? Nee, die indruk heb ik niet. Nee. Het blijft voor iedereen, kijk ook naar de belangstelling, nog steeds heel bijzonder en belangrijk om te herdenken. En dat belooft wat voor de 80ste, volgend jaar. Ja, en hopelijk voor de herdenkingen daarna. Ja. Nou, dank u wel voor uw komst. Bedankt dat u ook commentaar wilde leveren hier aan tafel. Graag gedaan. Ja. U bedankt voor het kijken. Tot zover de Airborne Herdenkingsdienst vanaf de begraafplaats in Oosterbeek. Bedankt voor het kijken en graag tot volgend jaar. Dag.